Ik ga vandaag iets doen wat ik normaal gesproken niet doe. Ik ga mijn stem laten horen. Voor mezelf en voor velen in dezelfde situatie als ik. Auteurs en componisten in Suriname. Ik ben gewoon boos. Het is gewoon walgelijk. Het is niet te geloven. Het is gewoon ongehoord. En niemand die wat doet, niemand die wat zegt. En het gaat gewoon maar door. Alsof het er niet toe doet. Zo respectloos. Ik kan het niet meer aanzien. Nee, het moet stoppen. 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 Ja, het moet stoppen. 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 Ik luister naar de radio. En zie het op tv. Wat onze jongeren doen. Zonder ook maar één cent te zien. En jaar in en jaar uit. Praat men in het rond. En wie denkt op te staan. Wordt gelijk gemaakt met de grond. Nee, het moet stoppen. 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 Ja, het moet stoppen. Stoppen. Dit moet echt stoppen. Illegaal gebruik van auteursrechtelijk materiaal, auteursrechtelijk beschermd materiaal, is gewoon fout. Men moet gewoon inzien dat het ons brood is. Iedereen die zich inzet, moet naar inzet beloond worden. En dat is nodig. We moeten ondernemen, onszelf onderhouden. En daarom klaag ik vandaag.